kruising Elburg, Harderwijk en Biddinghuizen. Op de dijk aan het Veluwemeer staat hij dan in de Flevopolder, onderdeel van Flevo Kunstboulevard. Ja, dat heb ik goed. Het monument voor prima mensen van Dominique Himmelsbach de Vries. Er wordt er hard aan gewerkt. De laag cement is er nu op, dus het staaldraad en het stalen frame is niet meer te zien. Maar ja, kom kijken allen. Druk het delen optietje onder dit YouTube videootje in om het te delen met je social media platforms. Zou ik zeggen, heel veel plezier van dit schitterende monument. En gefeliciteerd Dominique, fantastisch leuk.